Alison Scott en Sean Bond waren 11 jaar getrouwd. Dat huwelijk eindigde abrupt na het sextingschandaal waar Sean bij betrokken was. Hij vond vrij snel opnieuw de liefde bij Maite en lijkt Heisa achter zich gelaten te hebben. Alison getuigt nu in dag allemaal over hoe ze zich voelt en hoe ze nu tegenover haar ex-man staat. Ze vertelt dat er in het begin uiteraard veel pijn deed, maar dat de moeilijke momenten gelukkig verminderen met de jaren. Volgens haar is het wel aan jezelf om te beslissen hoe lang je lijdt. En daar maakte ze zelf een moedige beslissing in. Om alles los te laten heb ik Sean vergeven, voor alles. Ik heb dat voor de duidelijkheid niet voor hem gedaan, dat verdient hij niet. Ik deed dat voor mezelf, want anders zou ik dat zijn blijven meedragen. Op die manier kon ze naar eigen zeggen alles zelf loslaten en positief blijven. Ze vergaf Sean dus, maar contact hebben de twee niet meer. Daar hebben ze beide geen behoefte aan.